Irgendwo Oder dafür ein ein Sofa. Menü. Sofa, ne? Mädel bitte gerne. Ja. Ja. Ja, und wer doch hier lang fragen. Beste kijkers, het is dinsdag 28 mei rond de klok van 9. We zijn live hier vanuit Weert. Dit is MX Insight. Leuk dat jullie kijken. We hebben weer drie nieuwe gasten hier aan tafel. Links van mij, rechts van jullie, Daan Bruijsten. Actief als enduro-rijder. Vooral ook actief bij de Dutch Masters of Motocross. En daarnaast, ja, wat mij betreft een heel bekend persoon binnen de sport. Klaas Hofstede, helemaal vanuit Staphorst hier naartoe getrapt om hier aan te schuiven aan tafel. En tot slot ook een hele reis achter de rug, Frank Rottier. Eigenlijk vorige week bij ons te gast, maar ja, deze week is het hem wel gelukt. Dus mooi om hem hier te ontvangen als KNW official. Hij is ook trainer, cross zelf. Nou ja, en Klaas, nou ja, die kennen we van met heel veel verschillende petten op natuurlijk. Daar komen we dadelijk allemaal op terug. Klaas, om met jou te beginnen. We gaan een stukje terug in de tijd, 1990. Je hebt het verhaal al heel vaak moeten vertellen waarschijnlijk. Laten we gewoon even wat kijken naar de wat beelden uit Lommel. En ja, dan komen we dan bij jou terug over hoe dat allemaal in elkaar stak toen de tijd. We staan klaar voor de start van de eerste manche. Gaat daar als eerste uitkomen. Dringen en duwen geblazen en het is met nummer 93 Klaas Hofstede. Aan de buitenzijde. En daar een valpartij die John van den Berg nog net kan ontwijken. Twee man op de grond. Het is te hopen dat ze opstaan. De linkerman is James Dobb. Die vraagt, ja, wat doe je nou? Je rijdt me zo van de sokken. En zo gaat dat. Het is dringen en duwen geblazen. Over de jump. Drie man sterk. Aan de buitenkant Klaas Hofstede. En waar zit John van den Berg? Daar gaat hij. Met nummer 3. En waar is Gert-Jan van Doorn? Ging daardoor belt met nummer 4. En dit zijn de leiders. De nummer 10 is Ronald Diepholt. Daarachter met nummer 93 Hofstede. En waar is Van den Berg daar? In het midden van de belt met nummer 3. En daar gaat ook Dave Strijbos aan ons voorbij. En Poussard zit niet bij de eerste 5-6 rijders.
De twee leiders, Diepot op de groene machine, dan Klaas Hofstede, derde Axel Holvoet en de vierde positie. Ja Klaas, en in juni is dit 29 jaar geleden in Lommel. Wat herinner je nog van die dag? Ja, het hele weekend wel. Het was eigenlijk mijn eerste echte zand Grand Prix. En ik was een super winter gehad, keihard getraind. Het ging allemaal perfect, totdat ik een paar weken voor Lommel mijn knie een beetje verdraaide, zeg maar. En even twee weken aan de kant moest. En blijkbaar was die combinatie van harde training en die rust was net ideaal om dat weekend aan te vallen. En ik was eerlijk gezegd nog nooit in Lommel geweest, dus ik wist niet wat me te wachten stond. Maar toen we de baan gingen verkennen, dacht ik van ja, dit is wel echt iets waar ik wel opgegroeid ben. Ja, in dat zand, ja. Je vergeleek het met iets van thuis, Staphorst, het circuit ook zo'n zwaar? Haventen. Daar heb ik heel de winter, elke zaterdag en zondag gereden. En Nunspeten en dat zand, dat is eigenlijk redelijk vergelijkbaar, ja. Ja. Klaas, in de aanloop naar dit programma hebben we een kleine beschrijving gemaakt van wie er bij ons te gast zou zijn. En ik heb nog nooit zoveel reacties gehad. Die mensen konden invullen wie ze dachten dat het was. En eigenlijk mega veel reacties. Je hebt heel veel fans en bekendheid. Zeker omdat je nu nog actief bent in het NK Cup, heb ik me laten vertellen. Ik heb ook gevraagd of dat de mensen wat vragen hebben. En ik kreeg al er eentje binnen die wel een mooi aansluit op jouw wedstrijd van zojuist 29 jaar geleden. Van Lars Lohman, die vraagt: hoe bereidde Klaas zichzelf door de week voor in zijn toptijd, bijvoorbeeld GP Lommel? Hoe zag dat eruit? Nou, als ik naar nu kijk, best wel intensief. Kijk, ik moest elke dag naar Zwolle fietsen. Dat is ongeveer 22 kilometer heen en terug. Daar kwam ik thuis en dan ging ik meteen naar training, hardlopen. Een uur of sprinttraining of wat dan ook maar. Op de woensdag werd altijd 43 minuten gereden. Door de week reed ik verder niet zo heel veel. Maar op donderdag weer hetzelfde, hardlopen en fietsen. En vrijdag weer fietsen. En dan in het weekend sowieso 43 per dag. Dus echt heel veel gedaan in dat winter en aanloop toe. En ik kwam ook nog nooit zo sterk het seizoen in als begin 1990. Nou, mooie tijden wat dat betreft. De mensen die kijken naar deze show, die kunnen wat winnen. Dan maken we dadelijk ook meteen het brugje naar jou, Daan. Klaas, jij hebt iets meegenomen, je bent ook dealer. Je rijdt zelf ook met Fox, heb ik gezien. Ja. En de mensen die de show dus delen, die kunnen de Fox-bril die Klaas heeft meegenomen winnen. Dus mocht je aan het kijken zijn via Facebook, deel dan deze show. Je moet hem openbaar delen, dan maak je kans op de prijzen. Dus niet privé kijken, voordat je status op openbaar staat. En onder de delers gaan we sowieso al deze bril verloten. En Daan, je bent vertegenwoordiger bij Hokopartz. Of sales? Ja, niet vertegenwoordiger. Ik werk in de sales. Sales, ja. Binnendienst inderdaad. Oké. Ja, bij een motoronderdelen groothandel. En je had ook een slot bij? Ja, ik heb het niet bij. Maar we kunnen het wel weggeven aan de kijkers. Ja, omdat er wordt wel eens een motorfiets gestolen. Ja. En om dat tegen te gaan hebben we een leuk presentje meegenomen. Of in ieder geval gaan we weggeven. Dat is een ABS-slot. Een XS67 en dat is, ja, daar kun je je motorfiets mee op slot zetten. Maar het mooie daarvan van het slot is dat je niet alleen je motorfiets mee op slot kunt zetten, maar je kunt het ergens aan vastmaken. Ja, dus echt anti-diefstal. Ja, ja. Is dat ook goedgekeurd door verzekeraars, zeg maar? Ja, er zitten vier sterren. Dus daarmee kun je ook naar je verzekeraar en ja, dan is alles gedekt, zeg maar, ja. Zoals het hoort. Dan kun je ze aantonen dat je in ieder geval hebt laten zien dat je alles hebt gedaan dat ze het motortje zouden moeten laten staan. Ja, precies. Nou, duidelijk. Mocht je dus kans willen maken op de bril of op een gecertificeerd ABUS-slot, deel dan de show. Dan maken we aan het eind van de show de winnaar bekend via een loting. Die gaat achter de schermen gebeuren en dan hoor je het vanzelf. Daan, we hebben ook van jou wat beelden om je heel even te introduceren. Actieve coureur. We hebben wat beelden uit 2012. Laten we gewoon even gaan kijken.
Ja, Daan, je liet jezelf een beetje verrassen, volgens mij. In jouw jongere jaren, je bent nog jong, hè, maar wat gebeurde er precies? Het was mijn eerste jaar ONK. En ik deed mee en ja, ik kon niet super, ik had niet super gevoel, zeg maar, met de motorfiets. En ik denk dat ik gewoon een te lage versnelling zat. Dus ik kon de oploop op en hapte even in de oploop. Ja, meteen kwam ik in de problemen. Ik sprong de dubbel tekort. En ja, hij kwam ook nog eens goed voorover. Dus er was geen oude meer aan, helaas. Mm-hmm. Ja, en daarna werd ik ook nog even aangereden. Dus ja, geen ideale start, zeg maar, van mijn ONK's. Nee, ik ken hem ook uit die tijd. Hij reed toen ook we reden toen zelf ook daar mee. Ja. En ik heb je altijd gezien als een verre rijder. En zeker iemand die geen gekke dingen doet. En ik heb later natuurlijk nog heel veel mooie dingen gezien. Die ga ik ook laten zien bij deze. Want we mogen niet alleen maar de beginfase laten zien natuurlijk. Want tegenwoordig ga je enduro's. Ja, klopt. Ik ga wat beelden laten zien. Dan komen we er dadelijk even op terug over hoe dat in elkaar steekt. Ja, dames, we zien jou hier verschillende terreinen aanvallen als het ware en heel netjes tussen de bomen doorsturen. Mm-hmm. Een van de vragen die wij binnenkregen was, hoe is dat zo gekomen, die overstap ook, of in ieder geval die combinatie van motocross en enduro? Ik crosste altijd en ik had eigenlijk helemaal geen idee wat enduro was, want bij mij in de regio, er zijn maar weinig enduro rijders. En toen kwam ik op een gegeven moment op een testdag van KTM. En daar waren eigenlijk alle motors waren bezet. En toen werd er tegen mij gezegd, we hebben nog wel een enduro motorfiets. Ja, en ik denk, dat is super, kan ik in ieder geval rijden. En zodoende ben ik op een enduro gestapt. Ja, en ik was eigenlijk vanaf de eerste meter was ik verkocht. Want ik had zoveel plezier met het rijden en het was meteen een super ervaring. Ja, vanaf die tijd was ik verkocht en ik vond het meteen leuk. Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Ja, nou perfect. Ik hoor net ook Frank, je haakt even mooi in onder het filmpje. Van dat je het zo knap vindt hoe dat ze tussen de bomen door slingeren. Je hebt zelf ook wat ervaring op een crosser. Niks voor jou, enduro? Als je het zo ziet. Wie weet ooit nog eens. Ik vind het, wat ik zeg, bewonderenswaardig hoe ze een hele dag op zo'n motorfiets zitten. Echt gewoon keihard tussen de bomen doorrijden over obstakels. Dat je denkt van nou. Ik zie dat bij ons op de club ook. We houden ook één keer op een jaar de clubwedstrijd waar dan een aparte enduro-klas is. Ja, hoe die over die hindernissen rijden en alles. Het is gewoon fantastisch om te zien. Ja, ook een hele mooie sport. Hebben jullie vragen voor onze gasten? Frank, Klaas of Daan? Ik zou zeggen, stel ze zitten hier klaar voor jullie. Dien je vragen in, vergeet de show niet te delen. En dan komen we dadelijk met al die vragen bij de heren uit. Ik ga heel even naar wat actualiteiten, voordat we wat dieper ingaan op jullie persoonlijke verhalen. Afgelopen donderdag helaas het nieuws gekregen dat Twan Tuyck is overleden. Een jongen die fanatiek was bij de District Motocross, helaas in Emmen een ongeval gehad en dat niet overleefd. We hebben een klein afbeeldje daarvan ook. Morgen wordt hij begraven en wij als MX Insight en natuurlijk ook de gasten hier en mensen achter de schermen, we vinden het echt
Ja, heel heftig allemaal. En willen de ouders, familie, vrienden heel veel steun wensen in deze lastige tijd. En hopen dat het morgen een hele mooie uitvaart wordt. Ik heb begrepen dat er een initiatief is om iets te doen met een erehaak. Dus heb je de mogelijkheid om daarbij aanwezig te zijn. Zorg dat je er van op de hoogte bent en dat je het niet mist. Heel triest. Sterk allemaal. Volgende puntje. We moeten gewoon door, helaas, hoe triest het ook is, met andere actualiteiten. Afgelopen weekend de Grand Prix van Saint-Jean d'Angély in Frankrijk. Nou, daar waren ook weer mooie dingen die daar zich afspeelden. We hebben een paar beelden van iemand die niet zo ver hier vandaan woont. Ik denk een 40 minuten, een klein half uurtje. Vlakbij Lommel, Jago Geert, die wist daar een manche-overwinning te pakken. Dat leverde mooie beelden op en die komen er nu aan. Another mistake there for Prado. And Jago Geert and Prado are over the line. 3/10 of a second. And he goes to the move around the outside. Jago Geert takes the lead here in France. Prado has never seen the back of another rider this late in the race so far this year. Can he come back? Jago Geert now has to keep his emotions in check. His heart is going to be pounding through that chest. On their feet, watching this from wherever they are. But Prado is not done yet. He's found something. He is all over the back of the Belgian as they charge down in the final two corners. He still believes he can make a run for the line. Jago Geert knows he's there, a mistake from Prado, and Jago Geert is going to exit the final turn, a mistake from Prado, Jago Geert wins race 1, he takes his first ever MX2. Ja, dat waren verrassende beelden van de jongen uit Balen. En we kennen hem eigenlijk denk ik allemaal wel, hè, van jongs af aan al bij de KNV, ook actief als coureur daar tegen, ik zie ze nog samen rijden met Moosdijk, Geert, Prado, toen al... Onder andere het jeugdweekend in Boekel was ik toevallig zelf ook. Hoe zie jij dat, Frank, die jeugd? Je bent als wedstrijdleider actief. Je ziet hun groeien, ook door die ONK's 85, 125. Vind je het leuk om te volgen, die progressie? Ja, uiteraard. Zeker als je dan toch jeugd doorziet stoten naar de top in het wereldkampioenschap. Je moet van onderaf beginnen en dan moet je toch wel constateren dat de animo onder de jeugd steeds minder wordt de laatste jaren. Waarschijnlijk financieel bij ouders wat het wat minder is. Of dat ze dan toch tegen een blessure aan hikken. Of kijken van, joh, mijn vriendje gaat wat anders doen. Ik heb er geen zin meer in. Het is ook een stukje mentaliteit, denk ik. Ja, ik weet, die vader van Jago was ook in ieder geval een bekend persoon in de cross. Die ken je toevallig? Je vader, ja, monteur bij Suzuki geboerd. Hè? Herman Geerts. Ja. Okay. Dus die heeft het al precies meegemaakt hoe je naar de top moet komen met verschillende coureurs. Ja, zeker iemand die... Het zijn mensen van weinig woorden, maar ik hoop zeker dat we Jago hier een keer aan tafel mogen ontvangen. Je zei net achter de schermen ook een beetje iets over de progressie van Jago. Klaas, hoe kijk je daarnaar even van een afstandje? Want je ziet ze misschien niet iedere week trainen, maar als kenner. Nou, je ziet zo mooi dat je een bepaalde lichting hebt die eigenlijk bij de jeugd 85 nog redelijk gelijk zijn. En als het echt erop aankomt, dan richting de prof, dat dan de verschillen gemaakt worden. En Jago gaat door waar zijn leeftijdsgenoten toch iets anders gaan doen. Hè? Iets minder cross en wel fanatiek, maar niet dat echt alles eruit halen. Ja, dat is puur die mentaliteit die Jago heeft. Want ik denk ook dat je van huis uit nou alles maar zomaar kreeg. Maar toch de juiste stappen genomen en echt geweldig goed. Ja, ook al een mooie rijder in de 85 al. Maar het is wel mooi en ook een voorbeeld voor andere kinderen om te zien dat als je hem dan bij kunt houden in de 85, waarom dan nu niet meer en waar is dat dan misgegaan? Hè? Mm-hmm. En daar moeten we dus lering uit trekken en zo moeten we dus proberen andere talenten ook zo ver te zien te krijgen dat ze toch hetzelfde paadje gaan. We willen natuurlijk Nederlandse toppers hebben en houden. Ja. Duidelijk verhaal. Daan, je hebt Dutch Masters nog gereden. Volgens mij heb ik een Axel, kan dat? Ja, mee heb gedaan? Ja, Axel heb ik mee. MX2? MX1. MX1, oké. Okay. Ja. Dus je hebt niet met hem in de baan gezeten. Nee. Wel een andere wedstrijden vorig jaar of zo? Of dat je met hem ooit al hebt gereden? Nee, toen ik MX2 ging rijden, toen zat hij nog bij de jeugd. En ja, toen ik eigenlijk net naar de MX1 ging, toen kwam hij eigenlijk naar de MX2 toe. Oké. Is dat ook iemand die je wel, hoe zeg je dat, als jij dan MX1 rijdt, dat je
bij de MX2 even gaan kijken hoe hun het doen. En iemand wat je denkt van, was jou wel even in de gaten. Ja, was wel echt een rijder waar je graag naar keek en waar je veel dingen van kon zien en van kon leren. Als je zijn lijnen zag en zijn beweging met de motorfiets, dan dacht je, daar had je ook echt iets aan, zeg maar. Dat is gewoon positief. Zeker. Nou, het was een mooie strijd. Wat we ook hebben gezien, en daar gaan we ook wat beelden van laten zien, want het was eigenlijk wel een beetje de grap van het weekend wat mij betreft. Het starthek in Saint-Jean d'Angély. Daar hebben we ook een filmpje van. Nou, wat daar gebeurde, dus van alles. Ik heb heel even kort met onze co-commentator, co-host Mark Dreuver gebeld. Ik zeg, hoe ging dat nou daar? Want als ik Cairoli was, dan liet ik gewoon er zijn genoeg mannetjes daar in Team De Carly. Die gaan wel even uitzoeken welk poortje het snelste valt. Dan gaan we daar gewoon staan. Ja, zo simpel is het. Leek mij. Maar Mark zei, het was de hele tijd verschillend. Er was niet echt één lijn in te trekken. Van waar dat nou het beste was. Dus ik heb een foto ook gezien van, kreeg ik door van Meeuwissen, dat alles aan de rechterkant het snelste viel. Maar ja, daar stond Cairoli. Uiteindelijk zie je daar een klein verschil in. Nou ja, het gaat allemaal om kleine verschillen, want die start is zo belangrijk. Dus omdat hij hem daar vol in reed, ging ook bij Siewer weer het hele systeem omhoog. Dus daar was nogal wat aan de hand. De rijders zelf hebben ook een beetje gereageerd op dit verhaal, hebben we nog wat beelden van. En dan zie je in ieder geval dat Suwer, ik zag Monticelli reageren, Geyser, iedereen had een beetje zoiets van wat is dit? En zoals ik het heb begrepen is er ook protest aangetekend vanuit KTM De Carly na de tweede manche. Omdat Cairoli had dan natuurlijk nogal wat punten verloren. En in eerste instantie had hij protest aangetekend, maar dan weet je ook een beetje hoe dat gaat. Protest aangetekend en dan werd het afgekeurd, zo van dat was niet zo. En in tweede instantie, dus bij het hoger beroep, als het ware, ook weer protest ingediend. En toen zei ze, dat klopt, maar we kunnen het nu niet meer terugdraaien. Ja, dit moet gewoon al een rode vlag zijn op het moment dat het hek niet gelijk valt. Inderdaad, zoals je zegt, Jean-Paul, vanuit de internationale wedstrijden die ik gedraaid heb. Ik kan je vertellen, er wordt zo vaak een proefstart gemaakt. Er wordt zo vaak gekeken, valt dat hek wel goed? Valt dat wel gelijk? Ja, er wordt minimaal 8-9 keer op zo'n weekend wordt dat hek getest. En je kan mij niet vertellen dat dit op het moment van die start van die manche daar alleen zo is. Dat gaat niet. Nee. Dat geloof ik niet. Wat ik heb gehoord was dat het hele weekend problemen waren. Dus vanaf de eerste start eigenlijk op zaterdag. Ze nemen veel mee. Na zo'n wedstrijd zou ze niet standaard zelf een hek mee kunnen nemen of iets... Iets kunnen regelen dat daar in ieder geval meer eenheid in is. Want Mantova was het ook al. Argentinië was het ook. Toen hebben ze het opgelost blijkbaar. Met de organisatie die Utstream wil zijn en is. Ja, moet daar altijd mogelijkheid voor zijn om hier iets in te betekenen. Ze rijden al met 6 of 7 grote trucks die kant uit. Ik kan me niet voorstellen dat ze niet een starthek kunnen laten maken. Wat ze gewoon standaard in die truck zetten. En wat ze iedere week op, week af afbouwen op dezelfde manier. Ja, dan kan het eigenlijk niet fout gaan. Genoeg onderdelen in die truc leggen, dan valt het hek altijd. Ja, hoe zie je dat, Klaas? Ja, wat ik al zei, je maakt een standaard tekening van een hek en die kan dan in Italië en in Nederland en in België allemaal hetzelfde zijn. Dus je kunt daar kun je voor kiezen. Het allerbeste is dat je gewoon inderdaad één hek maakt en altijd meeneemt. Ja. En dat uitvoerig test en onderhoud ook, want het zal toch door zoveel start met die... Maar die moeten we toch wel een keer hier en daar een beetje verzet raken, zeg maar. Het hoeft maar een kleinigheid te zijn en het gaat meest blijkbaar. Het ligt vaak ligt nog het hek van de organisator van de club die daar... Valkenswaard bijvoorbeeld ook, hebben ze ook vele jaren een starthek van Valkenswaard zelf gebruikt. Ik heb ook van die mannen van Lierop begrepen dat die nu regelmatig naar een Grand Prix toe rijden of vliegen met hun starthek. Dat Utstream ook wel inziet, hey, dat hek dat valt en dat valt altijd goed, veel onderhoud daarin. Ja. Ja, dat ze daar ook voor kiezen om dan de mannen van Lierop daar naartoe te laten gaan. Ja, nou, hulde aan de mannen van Lierop bij deze.
Ze zijn ook op de diverse wedstrijden, ik zie ze overal opduiken. Dus fanatiek team en zeker niet onderschatten wat, wat daaraan hoe zeg ik dat, kennis in zit om dat allemaal goed draaiende te houden. Nou ja, dat ook besproken. Even kijken, we zullen eens wat kijkersvragen doen. En heb je vragen voor de heren, stel ze gerust. Ik krijg er eentje binnen hier. Even kijken of ik het kan zien. Jan-Hendrik Duin die vraagt aan Daan. Daan, wat is het grote verschil met het trainen voor de cross en enduro? Ja, het grote verschil. Kijk, het zijn twee verschillende disciplines. Cross is 30 minuten. Meestal een OMK is 30 minuten plus een ronde of twee ronden. Ja, dat is gewoon intensief op korte duurvermogen. Enduro duurt meestal tussen de 6 en de 8 uur. Dus ja, dat is al een wereld van verschil. Je kunt niet zeggen van ik ga al mijn kracht in het begin eruit geven. Want dan kom je op het einde gewoon tekort. Dus je moet je moet het echt verdelen. En daarom moet je ook veel meer op duur trainen. Dus langer duur lopen, meer uren op de fiets. En vooral meer uren op de motor. Om je spieren en alles maar eraan te laten wennen. En dat is het grootste verschil. Eigenlijk het grootste verschil. En daarnaast is het crossen. Heb je je rijdt op een baan die 8 meter breed is, 6 meter breed. Dus je hebt alle ruimte. Als je een foutje maakt, heb je ruimte genoeg om jezelf te corrigeren. Bij de enduro is het zo dat je soms amper met je stuur tussen de bomen door kunt rijden. Ja, dan is het gewoon een heel groot verschil. Als je een foutje maakt, dan kan het zijn dat je tegen een boom aanklapt. En ja, dat wil je absoluut niet. Dus je gaat, je moet op een hele andere insteek daarmee omgaan. Mm-hmm. Dus je moet veel meer beheersing op de motorfiets krijgen. Dus veel meer op de trouwmotor bijvoorbeeld zitten. Om maar meer gevoel te krijgen met je motorfiets. Dat doe je ook, trial? Ja, doe ik ook. Oh. Om een stukje basis te krijgen. Een stukje basis op de... trial is eigenlijk de basis voor iedere motorsport, denk ik wel. Het gevoel met de koppeling, met de rem. En met je beheersing op de motor. Het evenwicht, zeg maar. Dat komt uit de trailwereld. Dus ja, dat doe ik ook. Oké, dat wist ik niet. Dat is een mooie aanvulling op jouw trainingspakket, zeg maar. Ja. Toevallig heb ik morgen afgesproken met Alex van den Broek. Ja. Hij is een van de 15 personen die met mij op een groepsfoto gaat voor de strijd voor motocross. Omdat ik ook vind dat trial echt wel een aandeel in heeft. Dus grappig dat je het aanhaalt. Ja. Ik krijg een vraag binnen van Jarno Derks. Waarom maak je in 2019 geen gebruik meer van je remlichttechniek tijdens de Dutch Masters of Motocross? En ik denk dat hij daarmee bedoelt dat je dus waarschijnlijk vorig jaar met een dure motor mee hebt gedaan. Ja, klopt. Vorig jaar reed ik de Dutch Masters met een enduro motorfiets. En dit jaar rijd ik met een crosser. Dus vorig jaar was hartstikke leuk. Met een enduro motor tussen de crossers te rijden. En dit jaar wou ik het iets professioneler aanpakken. En ik dacht, pak een crosser, zodat ik met de starts er beter bij zit. Want dat was eigenlijk het enige punt waar ik echt een groot nadeel had. En de eerste ronde was het moeilijk om de jongens bij te houden. Maar daarna liep het allemaal vanzelf. Is dat zo dat je dan hebt gekozen voor die crosser omdat die bak anders is? Hè? Dat je eigenlijk gewoon, of mis je echt heel veel vermogen? Je mist eigenlijk maar een klein deel van je vermogen. Het grootste, een enduro motorfiets die is gemaakt, die komt van onderuit. En een crosser die piekt bovenin heel erg. Of in ieder geval, daar zit de top. Het topvermogen, zeg maar. Ja. En dat zijn eigenlijk de grote verschillen. En met de start ben je gewoon in het nadeel. En een klein deel bocht uit ben je in het nadeel. Maar verder kun je met de enduro motor goed uit de voeten. Ja. Ik wist het niet. Ik vond het nogal een, hoe zeg je dat? Ik las die vraag en ik heb heel veel vragen van jou gekregen. Dus het was maar, ik las er even snel overheen. En toen dacht ik later van, ik wil dus wel zeggen dat je dus ook met een enduro demper hebt gereden. Ja, klopt helemaal. Ik reed gewoon met een standaard motorfiets. Hoe die uit de krat komt,
Ja, ik had een, ja, van AGS had ik dan een andere demper erop. Maar dat was het ook. Dat was gewoon een enduro demper waar ik ook alle enduro wedstrijden mee reed. En wat zijn die qua maximale aantal decibel dat je weet? Bij de enduro mag je maar 94 decibel hebben. Dus ja, daar reed ik gewoon net zo leuk mee rond. Oké, dus het kan wel. Ja. Frank, hoeveel mag je maken in een Dutch Masters of Motocross qua decibels? 100 decibel. Oké, ja. Dus je mag, dus hij had nog 6 decibel speling, zeg maar. Ja, ja. Oké, nou ja, het is zo dat geluid is een hot item. Hè? Ja. Dus ik wist zelf niet dat het op 100 zat. Ik dacht, misschien hebben ze het wel gelijk getrokken, hè? Zodat die jongens niet alleen in de wedstrijd goed zijn, hè? Op 94, maar ook op woensdag met trainen. Maar blijkbaar zit dat wat anders. Ik heb een vraagje binnengekregen voor jou, Frank, van Noella Remits. Frank, hoe vind je dat het probleem van het starthek in Os is opgelost met de start, of hoe zou jij het oplossen? Nou ja, even terug in de tijd. Ja, dat is een beetje een gemene vraag. Ik weet wie de vraag stelt. Oké. Nee, ik ken haar niet. Ja, ik wel. Oké. Ik zal verder niet uitweiden hoe of wat, maar ik denk uiteindelijk de oplossing die gekozen is door een zogenaamde staggered start te doen, zoals ze in Amerika gewend zijn, is niet verkeerd geweest. Op het moment dat het starthek dus echt niet wil vallen, want dan krijg je dezelfde soort situaties dat we nu zagen van Frankrijk. Dat het dan in Os verschrikkelijk lastig opstellen is tegen die heuvel op, ja, dat begrijp ik ook. We zien wel de discipline met de 250 en de 250 en de 500, dat die jongens daar wel de discipline hebben om netjes te blijven staan. Ja, in die 125 gaat het helemaal fout. Dus uiteindelijk de oplossing, denk ik, voor het probleem wat er is goed. En later dan het starthek terugbouwen naar 30 poortjes is een nog betere oplossing geweest. Ja, nou ja, goed. Dat is dus het antwoord. Dan moeten we het mee doen. Het is ook natuurlijk voor jullie de eerste keer geweest dat gebeurt. En probeer het maar eens allemaal in goede banen te geleiden. In ieder geval, dat was mijn idee, dat het voor jullie de eerste keer was. Of het leek zo. Ja, dus, het was in ieder geval voor ons de eerste keer met 40 poortjes. En waar het precies aan heeft gelegen, ik weet het niet 100%. Maar ik bedoel, die staggered start. Ja, die staggered start, absoluut, voor de KNV de eerste keer. Ja. Dus daarom kijken dat alle begin is moeilijk. Ja. Dat hebben we net gezien bij Daan. Dus Mag niet. Hey Klaas, begeleid je ook je plaatsgenoot Dave Koijker? Krijg een vraag binnen, of totaal niet omdat hij bij Yamaha zit? Ik geef een vraag van Gerjan Jonkeren. Nee, Dave zit bij Herjan. Herjan was hier vorige week. En die doet eigenlijk al vanaf de allereerste baas heb ik wel een paar keer gewoon les gegeven. Ook op een baantje bij ons. Waar Dave ook bij was als een broertje. Mm-hmm. Maar daarna is hij eigenlijk redelijk professioneel met Herjan begonnen, zeg maar. Misschien meer door Herjan bij Yamaha terechtgekomen en waardoor Yamaha er ook wel ondersteunt. Dat is wel op zich wel mooi. De basis is goed. Hij doet het ook heel goed, zeker gezien zijn leeftijd. En ik denk dat hij, als hij zo doorgaat, dan kunnen we nog veel van hem horen. Ja. Nou, klinkt goed. Ja. Hey, we krijgen een vraag binnen van Leon Daris. Klaas, hoe ben je tot de keuze gekomen om bij de 125cc Cup-klasse te gaan rijden tussen al die jonge mannen? Ja, de jonge man had er niet zoveel mee van doen, want de Cup is eigenlijk opgezet voor jongens die niet meer bij de jeugd kunnen rijden. Hè? Dus eigenlijk na de jeugd, alleen je mag ook blijkbaar jonger dan 16 zijn. En ik had nooit geen 125 meer gereden na 84 en 85, mijn jeugdtijd zeg maar. Ja. Omdat Husqvarna toen helemaal geen competitieve 125 had, ben ik toen met 16 jaar al 2,5 gaan rijden. En toen dacht ik vorig jaar in één keer van ja, alles eigenlijk ook al een keer gedaan. Ja. Misschien wel leuk om een keer mijn 125 te proberen. Kijk, mijn gewicht en mijn postuur, die past er wel bij. Ik had verwacht dat het heel moeilijk zou zijn om met een 125 echt te crossen, zeg maar. Maar het valt eigenlijk best mee. Dingen zijn heel goed geworden in de loop van de jaren. Dus het rijden op zich, ik denk niet eens dat ik qua rondetijden zoveel inlever op een 2,5 niet. Tenminste, niet op een wat hardere baan. Op een zandbaan misschien wel, maar nee, ik denk dat het best meevalt. Ja. Enorm veel plezier aan tot nu toe. Nou, perfect. Ik krijg hier een vraag van Jos 610. Hij vraagt, hoe kan ik een paar seconden op Klaas goed maken tijdens de Cup 125cc wedstrijden? Wat moet hij dan doen? Ja, Jos is volgens mij wel snel in de tijdtraining, dus hij heeft de snelheid wel. Dan zou hij dan in principe de inhoud nog niet hebben. Dat kan natuurlijk als hij nog maar 14 of 15 is, dan moet het meestal nog komen. Uitzonderingen dagen later natuurlijk, maar
Als je naar Prado kijkt, die winnen Grand Prix met zijn 15e en Herlings en Robson ook. Maar ik denk dat hij toch vooral moet werken aan zijn conditie en lange duurtraining op de motor. En, Hey, en hoeveel sta je nou, weet je dat uit je hoofd? Hou je het bij? Tweede, ja. Oh, ja. Dus er zit gewoon weer een kampioenschap in. Nee, Remco Doorn is echt sneller. En had ik ook wel verwacht. Ik heb 1 keer verslagen, de eerste van vorige week, dat was wel leuk. Maar ja, wordt toch een lastige, een taaie klant. Hoe blijf je zo fit op jouw leeftijd, vraagt Nick Slotman. Je bent ook helemaal niet zo oud natuurlijk, maar nee. Hoe blijf je zo fit? Ja, ik ben eind 16 heb ik mijn kuitbeen gebroken. Toen ben ik wat nog fanatieker gaan fietsen, zeg maar. Ik denk dat dat wel een beetje de sleutel is tot de fitheid die ik nu toch nog steeds heb, ja. Goed blijven bewegen. Ja, absoluut. Hoe vaak fiets je nu nog? Nou, toch zeker wel 4 keer in de week, soms wel 5 keer. Mooi. Ja, en dan probeer ik 2 keer in de week te crossen, zeg maar. Ook niet vaker, want dan vinden mijn knieën niet zo fijn. Maar ik zou zelf wel nog wel elke dag willen rijden, maar het moet wel gewerkt worden, hè? Ja. Ja. Even kijken. Ik krijg een vraag van Ruben S12. Hij vraagt: heeft de motorzaak er financieel last van dat de eigenaar zondags zelf rijdt? Misschien dat hij er meer in ziet dat een dealer zich op het circuit begeeft als helpende hand. Het geloofsovertuiging is. Nou, daar heeft mijn vader vroeger de weg een beetje gebaand, zeg maar, het pad gebaand. Want die, in die tijd, in de jaren 70, zeg maar, was natuurlijk in Stappels nog heel anders dan nu. Maar voor mij is het eigenlijk, ja, het is living for the weekend, dus er hoort de zondag sowieso bij. En ik denk juist, doordat ik op zondag op die crossbanen ben, dat het juist positief voor de zaak is. Mm-hmm. Alleen, ja, ik werk dan niet echt op zondag natuurlijk. En dat was ik ook niet van plan als ik niet naar de cross ging, zeg maar. Nee. Dirk Rijpkema die vraagt, ga je dit seizoen, of na dit seizoen, met motocross pensioen? Ja, dat is een goeie, want ik heb ooit eens een keer geroepen tijdens ook jouw feestje. Ah ja, klopt. Toen in 2011, dat ik tot mijn 50ste door zou rijden. Ja, en dat is nu nog een half jaartje, dus als ik woord hou wel, maar ik weet het niet. Kan best gebeuren, geen KNV, alleen een beetje clubcross of wat DMX of alleen trainen. Want dat blijft toch wel heel mooi werk. Hey, de laatste vraag achter elkaar voor jou. Zal de crossbaan van AMBC, dat is bij jullie in Staphorst, ooit nog eens volledig open gaan? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe zie je dat zelf? Ja, nou, we noemden straks al een beetje uitlaatverhaal, zeg maar. Maar ik denk dat we met Peus zijn er genoeg onderzoeken gedaan dat het kan. Dus als wij die geluidswal op hoogte brengen, we krijgen einde van het jaar krijgen we uitspraak van de Raad van State, dus dat hoogste rechtbank. Als wij dan gelijk krijgen, wat we bij de eerste rechtbank wel hebben gekregen, dan gaan wij trouwens nog steeds gewoon vanuit, positief. Dus dat zal september op zo'n vroegst worden. Dan kunnen we de winter door die geluidswal opbouwen en afwerken. En dan zouden we in principe volgend jaar, start van het seizoen, op baantje weer kunnen crossen. Met ook met grote motoren, ja, daar gaan we zeker vanuit. Oké, okay. Nou, heel positief. Hey, ik krijg een vraag binnen van Dave Bianca. Ik denk dat dat een setje is die samen een Facebook runnen. Waarom trekken ze de decibels niet gelijk met andere bonden aan de trainingscircuits? Ik hoor 100 decibel, 94 waarschijnlijk voor jullie. Is dat iets wat een van jullie twee misschien kan, want jullie zijn beide bij de KNV natuurlijk actief, dat heb ik nog niet gezegd. Klaas is ook, je zit bij de wat is het, expertgroep, ja. Dat is voor de circuitnormeringen en keuringen. Is dat iets wat een item is om, zeg maar, alles 1 decibel niveau te laten zijn? Ja, dat hadden we, dat was 94. Alleen toen zijn ze met wedstrijden weer naar 100 gegaan. Het probleem daarvan is weer een beetje dat de jongen die zondags maar 100 mag maken, vraag ik mij af, gaat die voor de woensdag een andere demper steken? En dat is eigenlijk het grote probleem. Ja. Frank, zo'n wijziging, hè, van decibels. Jullie moeten dat handhaven als KNV officials. Ja. Is dat een moeilijk verhaal? Wekt dat onbegrip op? Worden jullie daar van tevoren ver genoeg geïnformeerd over wijzigingen? Het is lastig, maar kun je er iets over toelichten? De laatste jaren gaat het heel goed. Ik denk ook dat er de laatste jaren gelukkig weinig problematiek met het geluid is. Wellicht heeft de KNV destijds een iets te grote stap genomen, ook gedreven door politiek,
En vergunningen van bepaalde clubs. Want daar, vooruit te lopend op het eventueel gelijktrekken van decibels. Ja, je zult ook met de gemeentes moeten gaan praten of daar überhaupt mogelijkheden in zijn. Ik denk dat het meevalt. Wat het als official nu wel lastig maakt. Als je bijvoorbeeld op donderdag iets krijgt wat je moet gaan handhaven in het weekend. Ja, hoe kun je jezelf erop voorbereiden? Je staat er als vrijwilliger. Je krijgt van alles naar je hoofd geslingerd. Allerlei enge ziektes of wat dan ook. Ja, je moet het maar wel even doen. Ja, even een vraag, je hoeft die niet per se te beantwoorden. Maar je krijgt misschien een reisvergoeding en een kleine vergoeding als official. Ik bedoel, het is geen betaalde functie. Ik heb altijd het idee dat mensen denken dat jullie echt grof betaald krijgen om daar te handhaven. Maar doe dat eens uit de doek hoe dat dan wel zit eventueel. En als jullie dat verdient, ook goed hoor, ik bedoel maar. Nee, dat is inderdaad de gedachte die sommige mensen hebben, dat wij daar dik betaald worden. Ik kan je vertellen, we krijgen een kilometervergoeding en een lunchpakketje. Dat kan 1-2 broodjes zijn, dat kan een superverzorgd lunchpakket zijn. Soms zelfs toegang tot een VIP-tent waar je mag komen. Maar that's it. Maar je bent wel uiteindelijk eindverantwoordelijk voor een evenement. In mijn geval als wedstrijdleider dan op een heleboel evenementen. Ja, je moet het wel even doen. En je hebt er ook voldoening uit als je tot een goed eind kan draaien. Maar nee, dik betaald absoluut niet. Duidelijk, is dat ook duidelijk. Daniel, jij gaf al aan, je hebt die Dutch Master meegedaan met een dure motor. Je hebt daar, omwille van het karakter van de motor, misschien wat nadelen gehad ten opzichte van een crosser. Maar qua geluidsniveau had je niet heel veel meer nodig dan 94 blijkbaar. Ik hoor ooit van, ja, dan wordt de motor warm, dan loopt die warm. Was dat bij jou het geval dat die ooit wat warmer werd? Dat je dat merkte aan koppeling of iets dergelijks? Of nee. Ligt het aan de rijder? Ik denk dat het meer aan de rijder ligt, inderdaad. Ik ben van mezelf, zeg maar, ben ik een laagtoerige rijder. Dus ja, dat scheelt veel meer, denk ik, als de demper zelf. Ja. Ja. Zou dat de sport, denk ik, ten goede komen als iedereen gewoon 94 decibel zou produceren? Ja. Ik denk het wel. Nou ja, misschien iets om in gedachten te houden. Frank, even voor jouw groepje vrijwilligers, wat ik zie. Ik zie dat toch een beetje onder vuur liggen, als het ware. Ik hoor al die enge ziektes enzovoort. Je krijgt van alles naar je hoofd. Misschien dat jij daar tegen kunt. Hè? Mark de Reuver noemde jou ook een van de meest charismatische. En degene met een beetje een rechte rug, als het ware. Waar je wel tegenop kijkt als wedstrijdleider. Dat is gewoon zo. Dus laat dat een compliment zijn. Dat heb ik vorige week ook gezegd. En Mark was daar heel duidelijk over. Maar dat is niet iedereen. En we kunnen jou ook niet klonen. Zover zijn we ook nog hoeft niet. Hoeft niet hoor. Hoeft niet. Nee, dus, nee. Maar we hebben een gevalletje van vorige week in Eersel. En we hebben nog een fotootje van. Ik laat het heel even kort zien om het aantal van de mensen die het nog niet hebben gezien. Er was van alles aan de hand. Ouders op de baan, zonder dat het er mag als het ware. Dan hoor ik ook weer dat hesjes die worden uitgedeeld weer worden gewisseld onder de ouders. Dus eigenlijk de organisator. Die wordt dan ook weer een beetje als het ware voor de gek gehouden. Als die probeert goed te doen voor iedereen. Moeilijke situaties. Naar aanleiding van dit voorval. Zijn er nog mensen geweest die hebben gezegd van nou als het zo moet. Dan behalve de club in de eerste lijn. Want die hebben al gezegd van nou liever geen jeugdwedstrijden meer. Krijg je er iets van mee? Ja zeker. We bellen ook af en toe als collega's onderling wel eens met elkaar. Joh, wat is er nou voorgevallen? Waar moet ik rekening mee houden voor volgende week? Want ik sta dan daar, ik heb die klasses. Ja, dan neem je dit soort gevallen absoluut in mee. Hoe je het ook probeert in te regelen. Nou, we hebben met de jeugd is er dan een regeling dat ze dus met een hesje inderdaad op het circuit mogen. Ja, dan deel je het weer voor het oog van die ouder weer net uit aan de verkeerde. Dus hoe je het ook went of keert, je doet het eigenlijk nooit goed genoeg als club. Soms doe je het ook niet goed genoeg, maar als official idem dito. En dat maakt het best wel eens lastig dat er op een gegeven moment toch mensen gaan zeggen van ja, als het zo moet voor mij, hoeft het niet meer. Ja. En als we ook kijken naar het officials korps, naar het aantal leden wat we hadden en nu nog hebben, ja, dat dunt gewoon behoorlijk uit. Dus bij deze ook een soort oproep, mochten er nog mensen zich wel gevoelen voelende om bij de KNV of MON aan de slag te gaan. Heel graag. We bieden gewoon een fatsoenlijk opleidingstraject waar je ook de ins en outs van de cross leert kennen. En we hopen ook dat er wat oud-crossers toch zich bereid daartoe voelen. We zijn al blij inderdaad met iemand als Klaas in zo'n expertgroep. En we hopen dat er nog meer mensen op inhaken. Ja, dat is zeker een goede oproep. Als ik cijfers, heb je er cijfers van? Als je zegt van nou, vorige jaar waren we nog met 11 en nu met 5 of hoe moet ik dat zien?
Nou ja, de sportofficials bestonden tot 3 jaar geleden nog uit een groep van dik 40. En dan praat ik alleen over de motocross officials. We zitten nu net nog boven de 20. 23, okay. 24. Okay. Mede door een stukje pensionering. Maar ook een aantal mensen die toch gewoon afhaken. Ja. Ja. Nou ja, we hebben dat besproken, dat item, vorige week al met die 50cc-mannen. Er is ook heel veel reactie op geweest op de Facebook, ja, van Living for the Weekend. En nou ja, ik hoop in ieder geval dat het daarbij blijft. Het zou ook fijn zijn voor de mensen achter de schermen. Hè. Dus niet alleen de officials, maar zeker met die 50cc-cup. Er zijn ook wel mensen die dat initiatief natuurlijk proberen in goede banen te leiden. Ja. En nou ja. Dat is ook heel goed in het kader om wat meer jeugd door te laten stromen. Wat ik net al zei, is dat je toch minder aanwas hebt in de jeugd. Nou, en zo'n initiatief van KTM en Husqvarna is natuurlijk super om de jeugd tegen een betaalbaar tarief op een eerlijke motor, want daar praat je dan ook nog over, te laten crossen. Ja, het is dan jammer dat er een aantal mensen in die entourage het verpesten voor de rest. Ja, ben ik het mee eens. En wat ik ook heb gemerkt is dat die kinderen dus de motor zelf niet kunnen aantrappen en daardoor ook heel hulpbehoevend zijn. Ja. Is het dan wel iets voor hun? Is het dan wel, moet je niet eerst als het ware een kind zorgen dat hij een bepaalde basis kan en dan pas mee laten doen naar wedstrijden, zodat hij allicht aan de andere kant van het terrein, dat hij zichzelf wel kan helpen als hij gewoon oké is? Hoe denk je erover? Ja, 100% mee eens. In de trainingen die wij dan ook af en toe geven, probeer ik dat ook wel mee te geven aan de jeugd. Van joh, probeer eens nou eerst je eigen motortjes te starten. Ja, dat doet mijn papa altijd. Ja, maar probeer het nou eerst zelf. Ja, dat kan ik niet. Ja, dan ga je het wel proberen. Ja. Ja, net zoals je zegt, als je ergens achter op een circuit ligt waar dan niet zoveel volk staat, ja, dan gaan vaak die armpjes van die rijder omhoog en help, help, help. Maar op het moment dat jij jezelf kan helpen, heb je daar ook al baat bij. Ja. Ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat dit is eigenlijk wel een laagdrempelige instap. De baantjes maken ze mooi kort. Dus eigenlijk is het wel voor iedereen. Alleen er zijn een paar bij die zijn echt knettergoed hoor. Als je dat ziet, die eerste 3, 4. Ja. En dan lijkt het verschil te groot. Maar ja, wat willen we nu? Willen we nu basis creëren met deze cup? Of willen we toppers creëren? Hè? Maar dat komt pas later. Maar ja, of moet je dan weer een A en een B groep doen? Want eigenlijk is de opstart wel zo, wel breed opzetten, dat zoveel mogelijk instroom is. Maar ja, zoveel mogelijk instroom. Ja, die mensen die kopen echt een motor en die rijden niet eens thuis en die gaan gewoon die baan. Die denken, we worden opgevangen, we gaan cup rijden. Ja. 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 Maar ja, dan is de bedoeling misschien niet helemaal duidelijk. En trouwens, die foto wat je liet zien, dat was grappig, maar dat was niet de aanleiding van het hele probleem. Het hele probleem begon achter de start. Ja. Ja. Als ze elkaars plekje pakten. En die foto spreekt wel boekdelen. Maar dat zijn wel enthousiaste ouders die proberen die kinderen zo snel mogelijk te helpen. Ja, het zijn twee aparte situaties. Ja, dit is niet een oorzaak van het hele probleem. Dus dan, nee, het is begonnen inderdaad. Van, we willen de kinderen helpen. Maar ja, daardoor vielen andere kinderen weer om die schrokken van die ouders. Dat is niet best. Ah, nee, het is wel weer te fanatiek dan eigenlijk. Hè? Je moet bijna 4 of 5 neutrale mensen daar neerzetten die ongeacht welke rij er valt, zo iemand omhoog helpen. En nu is het van, ja, het kan zomaar zijn dat ouder A het rijdertje B niet mag en andersom. En die gaat dan toch eerst rijder C helpen die dan omhoog moet. Ja. Het mooie is wat ik het laatste stuk in een krant heb gelezen, zeg maar, dat in Noorwegen, de Nooren waren heel, heel goed in de winterspelen van een bepaald jaar. We hebben er onderzocht hoe dat er kwam. Maar die Nooren, die doen niks met uitslagen of zo. Die gewoon kindersport is gewoon sport. En dat is dit eigenlijk ook. Dit is een mooie cup, maar eigenlijk zou je geen winnaar uit moeten roepen. Dan is dat hele belangrijke van wie er eerste is. En dat bekertje is er dan niet meer. Ja. Geeft ze allemaal hetzelfde. Ja. En dan misschien die drang achter zo'n startdek en alles. Tuurlijk, je moet leren starten. Natuurlijk wil iemand kopstart nemen, maar dan is dat niet zo beladen meer. Misschien moet je daar naartoe of. Een beetje net als in België, dat je met begeleide training gaat werken. Juist. Daar mogen ze wel allemaal op een rijtje starten en uiteindelijk komen ze wel tot de finish. Maar daar is iedereen gelijk. Daar zou je bijna naar zo'n soort systeem... We zijn echt goede bij, hoor. We kunnen wel van de Belgen leren, dus wat dat betreft. Ja. Ik bedoel, en misschien moet je een beker geven aan degene met de meeste progressie. Bijvoorbeeld. Ik heb begrepen bij het MX Academy verhaal, wat ik jou ook doorstuurde, dat ze met een soort puntensysteem werken. Dat je iemand beoordeelt op basistechnieken met een punt. Nou ja, dat zou ook kunnen. Hè. Misschien is dat respect enzovoort. En dat je dat op een andere manier gaat waarderen dan met een beker, omdat je als eerste op de finish bent. Ik bedoel, Ja, er zit, hè. Martin van Genderen is daar hartstikke druk mee. Hij is daarmee gestart met certificering, A, B en C en zo verder. Daarnaast is hij bezig met de opzet voor regionale trainingscentra, de RTC's, waarbij je inderdaad met dat puntensysteem gaat werken. Ik ben daar ook een beetje bij betrokken.
Dus ik weet een klein beetje hoe het in zijn werk gaat, maar daar ga je echt nog wat dieper op in inderdaad. Ja, ja. Hey, duidelijk. We hadden vorige week een poll, die gaan we even behandelen. En we hebben hem ook in beeld, afbeelding 7. Zou een verplichte rijdersbriefing vooraf aan elke wedstrijd meer duidelijkheid, respect en sportiviteit opwekken bij de rijders en ouders van jeugdrijders? Nou, doe mee met de poll enzovoort. We hebben gezien, 72% die vindt dat een goed idee. Daan, heb je de poll toevallig gezien en wat vond jij ervan? Ja, ik vind, ja, het is een goede poll in ieder geval. Kijk, ik denk dat zo'n rijdersbriefing in ieder geval al positief is. En vooral voor, ja, als je dit soort dingen ziet bij de jeugd, dan is het zeker een goed punt. En dan kun je het ook echt benadrukken op een rustige plek. Want vaak achter het starthek, dan zit er toch een beetje spanning erachter. En dan zit je heel anders in je vel. Mm-hmm. En dan is zo'n rijdersbriefing, ja, denk ik, perfect voor. Ja, even die rust van tevoren en ja. Duidelijkheid. Nou goed, ik vond ook een goede poll. Iedereen bedankt voor de deelnemers. Er waren heel veel deelnemers die hebben ingevuld en weer hebben gereageerd. Dus ik heb ook even gekeken naar wat reacties erop. Eentje was van Geert-Jan Pranger. Die zegt, dit is al jaren een probleem. Waarschijnlijk een van die 40 mensen die jij net benoemd. Dit is al jaren een probleem en zal ook altijd een probleem blijven. Gewoon harder optreden en met name vanuit de KNV of de bond. Ik ben jaren official geweest en mijn voornaamste reden dat ik ermee gestopt ben. En meerdere collega's van mij is het ASO-gedrag van die ouders en begeleiding. Ja, dus zeker een demotiverende factor. En als die mensen wegvallen, wat blijft er dan nog over? Nou, en Ria Bak moet zeker ook een keer aan tafel hier als crossmoeder. We hebben nog nooit volgens mij een vrouw hier gehad aan tafel, in ieder geval niet tijdens de show. En zeker, zegt zij, in Duitsland is het heel normaal. Luisteren en respect blijft moeilijk. Er is zeker al zijn er voorbeelden van hoe dat heel mooi werkt. En laten we de bonden oproepen om dit zeker intern te bespreken en misschien wel op de kalender zetten als een vast iets voor de toekomst. Oké, we hebben nog een item over Ruben van der Laar. Daar hebben we ook een afbeeldingje van. Gaan we even zien. Ruben van der Laar die is vorig jaar september ten val gekomen en die heeft een dermate dwarslesie dat zijn leefomgeving, dus zijn huis, moet worden aangepast. Daarvoor is een soort van bieding website opgestart. Het heet sport-sponsor.nl. Daar zijn diverse items op te bieden. Onder andere een shirt van Jeremy van Orenbeek. Van Herlings komen er nog artikelen bij dat ik weet. Van Brian Bogers, die had een shirt aangeboden. Romain Febre. Nou, dat kun je ook bieden. De opbrengst gaat dus naar de aanpassingen in het huis voor Ruben van der Laar, zodat hij ondanks zijn heftige dwarslesie toch weer de draad op kan pakken als het ware. Dus ga naar sport-sponsor.nl en kijk even naar wat er allemaal op staat. Het is zeker de moeite waard. En naar aanleiding van dit verhaal met Ruben heb ik ook gekeken naar de verzekerde waardes. Hè. Wat krijgen we nou echt uitgekeerd bij overlijden bij een dermate dwarslesie, dan merk je dat die bedragen eigenlijk vrij laag zijn. En ik denk dat mensen daar niet echt van bewust zijn. Dus dat op het moment dat er echt serieus iets fout gaat, dat ze dan ook in financiële problemen kunnen komen. Daar zijn we verder op ingedoken. En ik heb hier volgende week Jeroen van Teilingen namens SpeedSecure zitten om het een en ander toe te lichten. En als je dan hoort van hem hoe goedkoop een extra verzekering zou kunnen zijn om dit soort gevalletjes als het ware wat beter te verzekeren, dan gaan je oren wel eventjes klapperen. Want dan is de keuze voor een stickerset of een verzekering die jou in het geval van pech heel veel verder gaat helpen, heel snel gemaakt. Maar goed, helaas is dat voor Ruben dus, dat is leuk praten nu. Maar die info die komt te laat, dus ik zou zeggen, ga naar die website en zorg dat die jongen, dat er een steentje wordt bijgedragen. Strijd van motocross, gaan we ook nog heel even kort in beeld brengen. Ik ben inmiddels bij 47 clubs geweest en we hebben er een aantal nog op de agenda staan. Wat fanatieke clubs die mij de ruimte geven om daar mijn verhaal te doen. En die ook, dat is wat anders. Die ook andere clubs toelaten om daarbij aan te sluiten. Zo zit ik 3 juni in Arkel. Ik weet dat er onder andere Neerijnen, Geldermalsen bij zijn. Ik weet Gouda, Hardingsveld. Nou, die komen dan samen.
iets later in Berchem. Daar sluit nog geen andere club bij aan. Dus mocht er een club zijn uit de buurt van Berchem die je aan wil sluiten, dan kan dat. 13 juni Sint Isidorushoeve met onder andere Holte, Hummelo. Waarschijnlijk ook Lichtenvoorde. En mocht er een club uit de buurt zijn die ik nog niet heb genoemd en die zich aangetrokken voelt om een keer te komen luisteren, van harte welkom. En 17 juni in Den Dungen. Dan zitten we in het Brabantse land weer om daar het woord te doen. En op het circuit is er in de kantine ruimte, ook voor andere clubs. Dus mocht de club waar jij bij zit nog niet geïnformeerd zijn, dan zou ik zeggen sluit aan. Even kort wat dat betreft, Klaas. Ik ben bij jou op bezoek geweest en jij kwam eigenlijk naar Dalfsen toe vanuit Staphorst. Hè, dus vanuit het noorden, iets zuidelijker. Ja. En je hebt daar ook een avond meegemaakt. Was je in het begin misschien een beetje sceptisch en is dat veranderd of ben je nog steeds? Nee, vond je het interessant? Ik had het totaal niet. Ja, ik had al dat filmpje toen gezien. En ik ben er zelf ook in die commissie dus ook wel een beetje mee bezig. Met het veiligheid dan, dat gedeelte. Maar toen ik het alles aan had gehoord, denk ik, ja, daar lopen we eigenlijk hopeloos in achter met cross. Dus ja, dat is echt, ik denk dat wel een hele goede richting kan zijn die de sport krijgt, ja. Ja. Daan, heb je er iets van meegekregen zelf, toevallig? Ja, minimaal. Echt van de zijlijn, zeg maar. Ja. Dus. Ja. Nou, ik vind het in ieder geval leuk dat jij morgen erbij bent met die fotoshoot. Hè. Ja. Dan hebben we dus van diverse takken van sport iemand in beeld. Dus ik zou zeggen, verdiep je nog even goed, want ik verwacht wat journalisten. En ook geweest dat was in Vlissingen. Ja. En met onder andere, je bent ook aangesloten bij de club in Wemeldingen. Ja. Hoe keek je daarna, Frank? Toen ik weg was, zei toen iedereen van leuk verhaal, maar doen we niks mee? Of was het positief? Nee, het was zeker een positief verhaal. Wat we op de avond zelf ook al zeiden, het zal echt in de uitwerking van het hele verhaal gaan liggen hoe het gepresenteerd wordt en hoe gebruiksvriendelijk het is. Maar anders wat Klaas zegt, joh, we lopen daar hopeloos in achter. En het maakt denk ik het allemaal makkelijker om, we benoemden net een beetje ASO's en een volk wat soms wat moeilijker is dan de gemeenschap, dat we die er juist uit kunnen halen. Waardoor het met z'n allen de sport weer leuker wordt. Ja, nou, iets wat zeker ook een aandachtspunt is. Het is een van de vele facetten die het initiatief heeft. We hebben nog een vraag voor jou, Daan, een kijkersvraag. We zitten er alweer bijna doorheen en we moeten nog de winnaar aankondigen. Mm-hmm. Dakar Daan hoor ik heel vaak in de reacties. Zien we jou een keer deelnemen aan Dakar? Ja, wie weet. Zeg nooit nooit. Kijk, ik zou het graag een keer willen. Maar er komt wel iets meer bij kijken als even Dakar rijden. Er zit echt een traject vooraf van meerdere jaren. Je moet echt serieus gaan voorbereiden en ja, niet alleen op sponsorgebied, maar ook op fysiek gebied. Dus ja, wie weet, zeg nooit nooit. Ja, nou, het lijkt me leuk om te zien, dus ik zou zeggen, mocht je die droom hebben, dan weten een heel aantal meer mensen dat sinds vandaag. En waarschijnlijk gaat dat jou in de goede richting helpen. Hey, ik heb hier staan Giovanni Scarfo, dat is de winnaar van het ABUS slot. Die kan dus voortaan zijn motor goed op slot doen en zorgen dat hij weer mee in de bus naar huis kan. Of in ieder geval, s'ochtends niet weg is uit de garage. Ik ga jou in contact brengen met Giovanni. Ja, en ik heb hier staan, super, ik heb hier staan Jort van Vlisteren. We gaan de bril nog een keer laten zien. Jort, jij krijgt deze bril opgestuurd. Hier is hij. Die is voor jou vanuit Klaas Hofstede. Hij heeft hem zelf getest en hij was heel goed, dus ik zou zeggen, heel veel plezier ermee. Dan gaan we de datums in beeld brengen voor de evenementen van aankomende Hemelvaartsdag en het weekend daarna. Ga je toevallig ergens weer als wedstrijdleider aan de slag? Frank? Ik ben donderdag in Renen. En jij, Klaas? Waar ik ben donderdag in Renen. Als het goed is, rijd ik zelf zaterdag de cup in... Nou, ik kom zo Den Dungen? Ja, klopt. En zondag ben ik als het goed is weer in Gemert bij de ONK als toeschouwer dan. Maar een helper en... Ja, zie ik je daar ook zondag. Ja? Ja. Maar mooi. Het wordt een druk weekje. Ja. Jij Daan toevallig? Ik sla Reden dit keer over. Omdat ik heb zondags een Nederlands kampioenschap in België. Enduro. Ja. En ja, daar ligt de focus nu even op. Vandaar dat ik Reden even oversla. Nou, perfect. Ja.
Ik zou zeggen, heren, ik wil jullie heel erg danken voor jullie komst. De tijd vliegt, we zitten er wat mij betreft doorheen. Dus heel wel thuis en mocht je nog een keer aan tafel willen aanschrijven, heel graag. En ik sluit af met te vermelden waar dat deze uitzending is terug te kijken. En dat is onder andere op YouTube en op Facebook volledig. We gaan hem weer een stukje hakken en op Instagram gooien. En natuurlijk op Spotify is hij helemaal terug te luisteren. Volgende week dan zijn we terug met Mark de Reuver. Hij is dan net terug uit Rusland. Dus als hij dat haalt, ik ga er wel vanuit, dat heeft hij mij beloofd. Dus volgende week terug met Mark de Reuver en Jeroen van Teijlingen namens SpeedSecure met meer informatie over hoe we nou eigenlijk met z'n allen verzekerd zijn en hoe je dat kunt upgraden. Dus er zijn nog zekere mogelijkheden. Tot slot een derde gast, die gaan we aankondigen via social media. En ik zou zeggen, volgende week, dezelfde tijd, dezelfde dag en 9 uur weer kijken naar MX Insight. Bedankt voor jullie aandacht.